Vechel, gefeliciteerd met je nieuwe zaak. Ja, dankjewel, dankjewel. Want hoe lang zit je al in de tegelbranche? In de tegelbranche zit ik 33 jaar, maar ik heb 19 jaar een eigen bedrijf. En sinds 10 jaar een showroom. Ik zat in Horst America in een pand, de helft van D. En vorig jaar heb ik de stap genomen en iets korter bij je te kopen. En dan flink verbouwd. En ja, dit is het eindresultaat dus. Ben je trots? Ja, ik ben er wel trots op, ja. Ja, want je zei al, je hebt al 19 jaar je eigen bedrijf. Hoe is het dan allemaal begonnen? Het is begonnen. Ik heb voor elektricien geleerd. En toen ging ik zaterdags met de tegelzetters mee. En toen had ik eigenlijk al gauw genoeg in de gaten dat ik het verkeerde beroep gekozen had. Maar dat heb ik afgemaakt. En toen ben ik naar de tegelzetterschool gegaan. En toen heb ik bij een paar bazen gewerkt. En toen heb ik eigenlijk, en de baas zei ook al, ik denk dat jij nog ooit voor mij gaat beginnen, want jij regelt alles, alles zelf. En toen 19 jaar geleden ben ik een eigen bedrijf begonnen. En toen 10 jaar geleden kwam ik eigenlijk met mijn rug te zitten, die hebben ze vastgezet. En toen ben ik eigenlijk een showroom begonnen. En nu heb ik mijn 4 man personeel en ik begeleid het en regel het. En zodoende is het ontstaan. Kom je zelf uit Zomeren? Ik kom uit Zomereind, geboren en getogen. En waarom toen in Horst aan de Maas? Dat kwam eigenlijk zo, er zat een kameraad van mij met een steenhandel. En die vader was overleden en die deed de handel. En ik kwam in een keer met mijn rug te zitten. En ik ben in die dorp wil pakken, dus toen heb ik tegen hem gezegd, als ik hier binnen wat verbouw, dan doe ik bij jou de steenhandel op provisiebasis bij. En dat was eigenlijk meteen geregeld. En zodoende ben ik daar gekomen. En tot een paar maanden geleden, toen ben ik daar dicht gegaan en ben ik hier een paar weken open. Ja, de animo, is er genoeg voor stenen? Mensen zijn flink aan het verbouwen? Ik mag zeker niet klagen, dus het is eigenlijk boven verwachting. Goed om te horen. Ja, ik ben er ook blij mee en ik kreeg veel positieve reacties. Dus, ja. Ja, want je hebt ook een prachtig bedrijf. En wat is nou de trend van de tegels? De trend is, hoe groter, het wordt alleen maar groter. En de echte trend, een beetje marmerstructuur komt weer terug. En een beetje de warme kleuren. Hoe groter, hoe liever, dat is voor een tegelzetter niet leuk. Nee, het wordt steeds lastiger en het risico wordt ook steeds groter. Maar bij onze tegelzetters hebben we er niet echt een hekel aan. Het wordt echt opletten. Als je in plaats van 1,20 bij 2,80 naar boven moet, dan moet je eerst bij de mensen gaan kijken als het er wel kan komen. Ja, want die bochtjes in de trap, dat gaat niet altijd, hè? Nee, zeker niet. Dus als mensen dat echt willen, dan ga ik eerst altijd ter plaatse kijken. En dan heb ik een ding bij, kijk als het naar boven kan. En als het kan, dan kan het. En anders moet het toch iets kleiners. Ja, en je doet het badkamers, keukens, wat doe je aan de vloeren? En is er nog iets specifieks meer? Nee, badkamers, vloeren, buitenterrassen. Ja, eigenlijk alles wat met tegels te maken heeft, keramisch en natuursteen maken wij. Wanneer ben je open? Ik ben open, maandag zijn we gesloten. Dinsdag, woensdag, donderdag na de middag van 1 tot 5. Vrijdag van 9:30 tot 5. En zaterdag van 8:30 tot 12:30. En op afspraak kan altijd. En wat is jullie website? www.vanvecheltegels.nl. En jouw adres waar de mensen kunnen komen op jouw showroom? Is Sluisstraat 11A in Zomereind. Nou, ik wens je alle succes, Willy, en tot een volgende keer. Dankjewel.